nieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen pakt uit. En het liedje van dit keer is Dan Rock Ik Toch Alleen. Als er niemand is die hetzelfde goed kan zien, niemand voelt wat ik doe. Als er niemand meer doet met het liedje in mijn hoofd, dan ga ik met iedereen. Dan rock ik toch alleen. We gaan weer langs bij een ster die alles afweet van het onderwerp van het liedje. En daarna mag zij ook meespelen in een gloednieuwe videoclip van Kinderen voor Kinderen. Mijn gast van vandaag is Bente Fokkens. Bente is singer-songwriter en dat betekent dat je je eigen liedjes bedenkt en ook zingt. En ze is beroemd als actrice. De twee speciale Kinderen voor Kinderen reporters Amanda en Koert-Jan, die gaan zo meteen op bezoek bij Bente. En Koert-Jan, ik ben benieuwd, wat ga jij zo meteen aan Bente vragen? Waar ze haar inspiratie vandaan haalt voor de nieuwe liedjes? Oh, dat is een goede vraag, want ze is natuurlijk singer-songwriter. Amanda, wat ga jij er vragen? Wat ze eigenlijk leuker vindt, zingen of acteren? Goeie vraag! Nou, jongens, ik stuur jullie weg die kant op en dan bij de rotonde links. Veel plezier, hè? Groetjes aan Bente! Bente. Sorry jongens, zijn jullie er al? Ja. Kom lekker zitten. Ja. Nou, wat leuk dat jullie er zijn. Ja. Wat komen jullie doen? Wij komen hier voor Kind of Kinderen pakt uit. Oké. Spannend. En we willen jou een paar vragen stellen. Nou, dat mag. Ik heb jou in de film Misfit gezien. Vond je dat leuk om te doen? Ik vond het heel leuk om te doen. Gaat het? Ja, dank je. Ben je ook op school zelf ook een beetje een buitenbeentje? Nou, een buitenbeentje zou ik niet zeggen, maar ik ben niet iemand die het heel belangrijk vindt om populair te zijn. Ik vind het wel leuk om, vrienden te maken, maar ja, ik hoef niet per se erbij te horen of zo. Wat vond je nou leuker, kappen of Misfit? Heel stiekem kappen, omdat we daar echt heel lang over gedaan hebben om die film te draaien. Iets van 30 dagen of zo. En dan raak je net iets hechter met elkaar en dan word je echt een familietje en dat vond ik heel erg leuk. En wat vind je eigenlijk leuker, zingen of acteren? Op dit moment ben ik iets meer met zingen bezig. Dus ik denk nu zingen, maar dat kan morgen weer veranderen. Dus eigenlijk is elke dag iets anders. Waar haal je inspiratie vandaan als je een liedje schrijft? Eigenlijk kan je inspiratie wel overal vandaan halen. Overal? Oh. Ja. Jongens, zo werkt dat natuurlijk niet, hè? Maar hoe weet je dan waar je het liedje over wil schrijven? Je kan eigenlijk overal wel een liedje over schrijven. Ik kan over de tafel gaan, ik kan over mijn eigen gitaar gaan, ik kan over jullie gaan. Ik kan bijvoorbeeld ook over het weer gaan. Alles is gewoon mogelijk. Luister je veel naar andere artiesten voor inspiratie? Ik luister best wel veel muziek en Uit de muziek waar je naar luistert en wat je leuk vindt, maak je eigenlijk denk ik ook wel een soort samenstelling van hetgene wat je zelf een beetje maakt, denk ik. Dus niet per se dat je iemand nadoet, want dat moet je nooit doen, dat is niet leuk. Maar ik denk wel de muziek die je heel erg leuk vindt, dat dat ook een beetje de muziek is die je zelf een beetje maakt. Toen we binnenkwamen ging je helemaal op de muziek. Gebeurt dat vaak? Ja. Als ik op de fiets zit en ik heb muziek op, zit ik altijd zo keihard mee te zingen. Hé, hey, daar hebben we ook een liedje over gemaakt. Echt? Ja. Wil je met ons zingen en dansen in de videoclip van Dan Rock Ik Toch Alleen? Ja, super graag. Let's go! Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig, want ik moet zo zingen, dansen. Hey, hallo. Als niemand meer liedje in mijn hoofd. En in mijn gezicht helemaal blij doen. Twee vingers in de lucht en ook een maat. Ja, dat ja. Ja. En ik heb net op een skippiebal heb ik gezeten. Meen je niet? Gaat best wel lastig met het ding. Ja, hè? Als er niemand is die hetzelfde voelt als ik. Niemand voelt wat ik hoor. Dan maar niet met iedereen. Dan roep ik toch alleen. Oh, Jezus. Maar ik wil niet opdringerig zijn, maar ik moet je echt meenemen naar dansen. We moeten. Ik wil je niet nog meer stressen hoor, maar ik helemaal relaxed. Maar. Niemand is naar achter hetzelfde voelt als ik.
Ik. Nog een keer. Wacht even. Als ik ben zo slecht hier. Oké. Okay. Nee. Ik ben een beetje aan het smokkelen, want ik ga nu al dus niet met alles mee, omdat ik het gewoon te lastig vind. En zij doen het allemaal zo makkelijk, hè? Daar moeten we echt even keihard respect voor hebben. Oh. Bereid je nog even goed voor. We hebben nog een minuut of 7, 8. En dan gaan we de clip opnemen. Ik heb ook gehoord dat het op een roltrap is. Daar kan ik niks over zeggen. Gevallen, jongen. Nee, maak er nou niet zenuwachtiger. Doos benauwd. Zet hem nog even op. Tot zo. Dankjewel. Spannend, maar het gaat goed komen, maar we moeten wel nog even repeteren. Als er niemand is die het zelf doet als ik, niemand voelt dan ik hoor. Als er niemand is die het zelf doet als ik, niemand voelt dan ik hoor. Zin in? Oh, ik heb er echt zoveel zin in, maar ik vind het echt doodeng. Ja, dat snap ik. Ik weet niet of je het zag net die repetitie, maar dat is natuurlijk gewoon niet te filmen. Ja, komt goed. Dat is echt oprecht niet te filmen. Jawel, komt goed. Oh, Bente. Oh. Ben je nou aan het acteren? Nee. Nee, je bent echt een beetje zenuwachtig, hè? Beetje zenuwachtig. Bente is echt een beetje zenuwachtig. Ja, ik ben wel echt een beetje zenuwachtig. Maar je kan het? Ja, ik kan het. Jij kan heel mooi zingen. Dankjewel. Dus ik ga je gewoon aankondigen. Oké, is goed. Adem in. Adem uit. Adem uit. Ga maar naar de stage. Joe. Want hier is Kinderen voor Kinderen samen met Bente Fokkens. En dan rock ik toch alleen. Elke dag opnieuw word ik wakker met een liedje. Heb ik weer iets op YouTube of de radio gehoord? Een hele strakke beat met een lekker melodietje. Ik word er vrolijk van, maar niemand anders die het hoort. Ik schud mijn haar los en pak mijn luchtgitaar. Twee vingers in de lucht en ook aan mij. Ja, toch? Was vet leuk. Ben je blij? Ja, ik ben heel blij. Ik vond dat het heel goed ging. Oké, gelukkig. Ja. Dus kom je nu vast bij ons koor zingen? Jongens, als dat mag, dan kom ik af en toe wel een keertje langs, hoor. Kom ik kijken, als jullie het leuk vinden. Ja! Ja? Ik zie allemaal duimpjes. Nou, top. En jou zie ik heel graag de volgende keer bij Kinderen voor Kinderen. Doei allemaal! Doei! Volgende week pakt Kinderen voor Kinderen uit met verslaggever en presentator van het Jeugdjournaal, Lucas van der Merendonk. Check de video vandaag.